komt. Graag gedaan. En luister, ik weet dat je een miljonair bent en zo, maar ik wil echt geen geld als beloning. Of toch? Maar, waar is Kid Danger? Geen idee, hij is ergens geen ijsjes aan het eten. Jammer voor hem. Oh. Oké. Wat heb je daar dan, makker? Een apparaatje. Oh ja? Die heb ik ook veel in de man cave. Waar is dit voor? Voor een val. Oh ja? Voor wie? Jou. Spelen maar, Captain Man. Aan die bijen! Oké, Rick. Je staat er echt al heel te lang te lachen nu en het is genoeg. Het spijt me, je ziet er gewoon belachelijk uit. Ja, ik had niet verwacht dat ik gevangen zou worden genomen door iemand die ik net gered heb. Ja, dat is plasmagas. Huh? Plasma, gas. Van een chemisch stofje uit een uiterst giftige cactus die ik gestolen heb op de 12-uur cactus conventie. En dat is jij. Nou, leuk voor je. Kunnen we nu doorgaan naar het moment waarop ik je naar de gevangenis breng? Ik wel, Rick. Ik heb met veel schurken gevochten en ik win altijd. Maar ik ben geen gewone schurk, Ray Manchester. Wie is dat? Ik heb de Man Cave computer gehackt toen jij op Cactus Khan was. En ik weet nu alles over jou. Helemaal niet. Je naam is Ray Manchester. Je hebt een nepwinkel genaamd Troep en zo. Hij ligt boven de Man Cave. Je zegt altijd dat je 36 bent, maar eigenlijk ben je... Nee. Ben je 37. Nee! Het internet voorgoed te vernietigen. Niet correct, Twiddler. Oh, hou eens op! Oké, kid, haal me hier snel uit, want mijn bilspieren branden! Oké. Nee, ik zie geen uitknopje, man. Schiet daar dan op. Okay. Dat zou ik niet doen. Ja, nou ga ik het zeker doen. Kijk, nu heb je het erger gemaakt. Ik zei toch dat je dat niet moest doen? Kop dicht, Rick Twiddler. Hé, wacht. Ik wil je even iets uitleggen. Wat? Ik was van plan om ook jouw superkrachten te stelen. Ja? En daarom heb ik ook een tweede val. Niet cool, Rick Twiddler. Zeg maar dag tegen je superkrachten. Nee! Dan niet? Tot in de middeleeuwen. Hey, hallo. Ik ben het, Rick Twiddler. Hoe gaat het ermee? Hoe het gaat? We komen je halen, Twiddler. Jongens, het is een videoboodschap. Hij hoort jullie niet. Dat wist ik wel. Goed. Ik weet dat jullie niet leuk vinden dat ik Kid Danger zijn krachten heb gestolen en hierin heb gestopt. Maar... ik denk dat jullie je over andere dingen druk moeten maken. Zoals, ik weet het niet hoor. Het beschermen van de familie van Kid Danger tegen de schurken die ik naar zijn huis heb gestuurd. Of, moet ik zeggen, de schurken die ik naar het huis van Henry Hart heb gestuurd. Hoe weet je mijn echte naam? Dat zou ik vragen, als hij me kon horen. Wat? Nee, luister, niet zo snel. Waarom moet je mij besteken? Waarom kun je niet gewoon een knop omzetten of zo? Of iets anders met het zo slecht doen dat geen pijn doet? Ik ga serieus niet van bijen. Nee. Nou, dit is...
is zo moeilijk om te horen. Kan het geluid uit? Ik ben hier helemaal niet blij mee. Alleen zeg, laat me hier uit. Ik ga van me afbijen. Ik haat mij. Ik haat jullie allemaal. Sorry, dat was het knopje van Vlaams. Jij luistert altijd Nederlandstalige muziek, hè, Happy? Voor altijd. Waarom niet vermoord? Ze leeft nog. Ze woont in Polka. En zit je nu serieus op je telefoon op dit moment? Ja, doe foto's van je moeder. Ja, goeie man. Nou, geniet maar van je dierbare internet zolang het nog kan. Want binnenkort, als je ergens iets over wil opzoeken, dan moet dat in een boek. Een echt boek. Met bladzijden van papier. Nee! Jij monster! Charlotte, ik kan je haar gewoon zien, hoor. Het zal wel meevallen, hè, toch? Is dat het? Het valt allemaal wel mee, hoor. Hey, ik heb de ambulance gered. Wat is er mis met dat alarm? Is dit, het valt allemaal mee, stroomstoring. Geen paniek! In deze laan met wapens ligt nog wel een zaklamp. Nee, pas op! Sorry. Netwerk vernietigen in de hele wereld. Neem maar afscheid.
Alleen het licht in de computer. Voor een deel van de hele mancave. Goedenavond. Dit is Trent Over Under, Mint. Met Mary. Mary, stop daar alsjeblieft. Je hoeft de tune niet mee te zingen. Nee, dat hoeft niet, Trent. Maar het mag wel. Het is een donkere dag voor Swellview, omdat de stroomstoring de hele stad heeft platgelegd. En dat niet alleen. Ook het internet is helemaal kapot gegaan. Inderdaad, Mary. Het is stuk. En nu ze geen internet meer hebben als afleiding, plunderen de inwoners van Swellview de hele stad. Voor wie de term nog nooit heeft gehoord, plunderen is gratis winkelen. Dat is niet waar, Mary. Plunderen is gewoon een ander woord voor het stelen van dingen die niet van jou zijn. Gratis. Veiligheidsexperts dat je altijd de resten met een vriend kunt gaan plunderen. Op die manier kun je zwaardere en ook duurdere dingen stelen. Nee, Mary, dat zeggen ze zeker niet. En wacht na het eten altijd eerst een half uur rustig af voor je vet gaat plunderen. Niet plunderen, alsjeblieft. Niemand mag ooit plunderen. Althans, niet zonder reddingsvest. Wij blijven doorgaan met onze berichtgeving zolang de stroom niet uitvalt hier in onze nieuwsstudio. In ander nieuws, een kleine kat zegt miauw nadat hij in botsing kwam met een... Het werkt! Je lichaam zit nu vol met dat superstofje. Oké. Binnenkomt! Met te laat, Captain Man. Man, klap! Mijn virus verspreidt zich al. Gaffa. Dag mens, bekijk je vooral op je einde en dat van de wereld. Nou, dat klinkt niet heel aantrekkelijk. Rick? Hallo? Ben je daar nog ergens? Ik ben Virus. Ik heb het lichaam van Rick. Maar geef je dat nog terug, zodat ik het kan slaan? Of? Al het leven moet ook Virus worden. Oké, Virus, ventje. Hier komt de slotkogel. Ja. Goed, dan moet ik maar weer eens terug naar de mancave om te zeggen dat ik verslagen ben door... Captain Man, kid. Wat is dat voor ding? Zo'n grappig verhaal. Het computervirus nam Rick zijn lichaam over en nu is het boos en wil het de mensheid vernietigen. En je verrassingsklap? Ja, ik wilde een verrassingsklappen. Maar heeft nou jouw supersnelle reflex? Het is ook wel een gave super. Niet zo gaaf als onverwoestbaar zijn. Ik ben virus. Ik verspreid en vernietig. Ja, zo verspreiden virussen zich echt. Soms is wetenschap goor. Ik ben virus. Ik verspreid en vernietig. Kunnen we dit nou stoppen? Ja, dat kan. Ik hoef alleen maar dit goedje over het originele virus te gooien. En dan als het goed is, komt het. Superkrachten voor goed van je afnemen. Dus zorg ervoor dat je het niet op je krijgt.
Ik ben het trots van je werk. We verspreiden ons naar satellieten en dan de hele wereld. Tijd om de wereld te redden. Het is gelukt.